In deze film laat ik zien hoe je een foto omzet naar zwart-wit en één ding in kleur houdt. En om dat te doen moet je de foto eerst omzetten naar zwart-wit. En dat doe je via het potloodje en dan heb je hier het filter zwart-wit. En als je daarop geklikt hebt, dan kun je verschillende dingen aanpassen. Ik ga daar niet al te uitgebreid over in. Ik heb dat al een keer gedaan. Ik maak de foto wat lichter en het contrast wat zachter. En ik vind mijn bewerkingen zo wel goed. Ik druk gewoon op het vinkje om een bewerking toe te passen. Nu wordt het de zaak dat we met een soort van masker de kleur terug gaan halen waar ik dat wil. En dat doe je via de geschiedenis. En dat kun je hierboven vinden bij dit uh, blokjes-icoon. Met het pijltje erboven en dan heb je daar bewerkingen bekijken. Als je daarop geklikt hebt, dan zie je hier rechtsonder al je bewerkingen. En in dit geval heb ik alleen zwart-wit toegepast, dus zwart-wit is de enige bewerking. En om het masker toe te passen, klik je op het kleine pijltje daarbij. Je hebt dan drie icoontjes: prullenbakje, sliders en in het midden een vierkantje met een kwastje. En dat is wat we moeten hebben, want dat is het masker. Als je daarop klikt, dan kom je in een soort andere modus. En dit is de masker-modus. Je kunt het masker laten zien door hier op masker te klikken. Nou, en in dit geval is het masker niet actief. Dus er is niks zwart-wit. Maar eh, je ziet aan het icoontje dat het blauw is en dat het masker dus gewoon getoond wordt. Ga ik de foto nu omkeren, ga ik mijn masker omdraaien, zeg maar. Dan zie je dat heel de foto rood wordt. Dit is het masker. Want zet ik het masker nu uit, dan zie je de zwart-wit foto. Dus je weet. Als je het masker aan hebt, waar het masker rood is, daar zal de foto zwart-wit zijn. En andersom ook, waar het rood niet zichtbaar is, daar zal de foto gewoon in kleur te zien zijn. Maar ik wil de rode jurk graag op laten vallen. Dus ik ga beginnen in zwart-wit modus met omkeren. En ik ga dus gewoon eigenlijk over de rode jurk verven. Want als ik daar met mijn vinger overheen ga, dan zie je dat ja, als ik het masker erbij aanzet. Dat ik rode delen in het masker uitzet en dat de rode jurk daaronder zichtbaar wordt. Misschien is een rode jurk met een rood masker niet de beste keuze, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Nu heb ik vrij grote handen en ook vrij dikke vingers, dus een nauwkeurige selectie wordt heel moeilijk. Gelukkig kan ik inzoomen. Ik kan twee vingers op de foto zetten en als ik ze uit elkaar trek, dan zoom ik in. En met twee vingers tegelijkertijd bewegen over de foto zorgt dat je ook kunt schuiven. En als ik dan ga tekenen, krijg ik al een fijner lijntje. En de bedoeling is eigenlijk dat je gewoon met je vinger keurig langs alle randjes gaat waar jij de kleur wil zien. En zoom je een klein beetje uit, dan wordt je kwast als het ware groter. En selecteer je dus ook gewoon in één keer meer. Om je een hoop tijd te besparen, ga ik even heel snel met mijn vinger eroverheen. Ik doe het niet super nauwkeurig, want dat zou gewoon gruwelijk veel tijd gaan kosten. En daarbij, ik spoel dit filmpje een klein beetje sneller door, zodat je niet gruwelijk lang hoeft te wachten. Want niemand zit er volgens mij op te wachten hoe ik op mijn dode gemak met mijn vinger over een rode jurk heen ga. Dit is volgens mij wel een uitgelezen kans. Om je te vertellen dat als je meer wil weten over fotobewerkingen, dat je ook zeker even een abonnement op mijn kanaal moet nemen. Ik heb veel meer filmpjes over Photoshop en ook over Lightroom. En de verzameling Snapseed filmpjes begint ook geleidelijk aan te groeien. Wil je dit overigens serieus doen met je vakantiefoto's? Nou ja goed, je kunt uh, zeggen van dit is een klein beetje een afgezaagd effect. Maar vind je het leuk? Dan kan het natuurlijk. Ik zou het echter niet graag op mijn telefoon willen doen. Het zou me gewoon een hele avond kosten, denk ik. Wil je dit erg nauwkeurig doen? Het is makkelijk om je foto's gewoon mee naar huis te nemen en het later in Lightroom of in Photoshop beter te doen. Het is gewoon makkelijker selecteren in die programma's. En ik zou je dan ook aan willen raden om het daarin te doen en niet in Snapseed. Maar het gaat er even over dat het kan. En je ziet, ik ga er ook een klein beetje buiten. Dat was nou niet helemaal de bedoeling. Maar dat wil ik weer zwart-wit maken. Kun je heel eenvoudig doen. Je hebt hier in het midden, heb je namelijk je zwart-wit filter. Dan zet je het vergroten aan en zet je zwart-wit daarmee op 100%. Dan teken je eigenlijk precies andersom. Ga ik bijvoorbeeld even expres een stukje over de jurk. Dan zie je dat het daar weer zwart-wit wordt. En als je het niet zwart-wit wil, dan zet je met het pijltje aan de linkerkant zwart-wit uit. En maak je het dus gewoon weer in kleur. Dus mocht je te ver gaan, ook dan zijn er tools om dat te repareren. Ik ga hem zo even houden. Het laat in ieder geval zien dat het mogelijk is. Nogmaals, wil je dit serieus doen? Neem je foto's mee naar huis van je telefoon of je tablet en doe dit gewoon in Lightroom of in Photoshop. Daar gaat het eigenlijk veel beter. En de echte voorkeur die ik zou uit mogen spreken is gewoon Photoshop. Ben je klaar? Klik je tot slot op het vinkje en wordt je effect toegepast. Je komt wel terug in het uh, geschiedenispaneel zeg maar, maar om terug te gaan naar het begin van Snapseed kun je hier nog gewoon op het pijltje klikken en dan kom je weer echt terug in Snapseed en eventueel kun je bijvoorbeeld nog een andere bewerking toepassen. En ik denk dat een vignet bijvoorbeeld ook wel fraai is. En zo eenvoudig, ja wel tijdrovend, maar zo eenvoudig is het dus om een foto om te zetten naar zwart-wit en één ding terug te halen qua originele kleuren. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!